Geachte leden, ik zal ook namens minister Achaiber Singh het verslag doen, welke is bedoeld als antwoord op de vragen die zijn gesteld in uw college een paar weken geleden. Derhalve, voorzitter, we voldoen graag aan het verzoek van uw college om wat meer informatie te verkrijgen omtrent de MOU, welke in januari 2021 is ondertekend aangaande de mogelijke beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de volledigheid, voorzitter, wil ik meegeven dat het kabinet van de president reeds een uitgebreid persbericht heeft doen uitgeven waarin veel informatie reeds staat. En sommige van die informatie zal ik dan ook hier weer presenteren. Voorzitter, de NDP-fractie heeft een vertrouwelijke MOU uit januari 2021 gepubliceerd met daarin opgenomen een mogelijke leningsoptie van 2 miljard US dollars tegen een rente van 0,5%. De indruk wordt in onze ogen onterecht gewekt alsof deze lening inderdaad is aangegaan. Casico, dat geld zou zijn overgemaakt naar bankrekeningen. Ik wil aan het begin heel duidelijk aangeven dat dat geheel bezijden de waarheid is. Dus laat mij duidelijk, luid en duidelijk stellen dat er geen lening is aangegaan. De intentie tot deze beoogde lening is nooit geëffectueerd. Derhalve hebben nooit financiële transacties plaatsgevonden. Voorzitter, is van belang om aan te geven wat de situatie was eind 2020. We wisten dat er een financiële malaise was overgenomen, zelfs voor de overname. Langzaam begon eind 2020 het duidelijker te worden de omvang en de diepgang van die financiële crisis, van het financieel mismanagement. Een zaak waarmee we tot van vandaag nog mee dealen. Er was een schuld opgebouwd bij verschillende partijen. Nationaal, internationaal, bilateraal, multilateraal, commercieel, lokale banken van bijkans 4 miljard US dollars. Er is bekend dat door de vorige regering tal van onvoordelige leningen tegen hoge rentes waren aangegaan. Met name de Oppenheimer leningen ten bedrage van 675 miljoen met een rente van bijkans 13%. Jaarlijks moest bijkans een bedrag van 80 miljoen US dollars aan rente en in sommige gevallen inclusief aflossingen voldaan worden. Met de lege kas welke was overgenomen, waarbij een groot deel van de Surinaamse assets waren verpand, was het onmogelijk dit bedrag te betalen. Hierdoor was Suriname in een situatie van default geraakt. Dat wil zeggen een situatie waarbij aan schuldeisers te kennen is gegeven dat men niet kan aflossen. Voorzitter, geachte leden, reeds voor 16 juli 2020, toen deze regering officieel aantrad, hebben vertegenwoordigers van deze regering, niet in die hoedanigheid op dat moment, moeten participeren in vergaderingen, virtueel, met commerciële crediteuren van onder andere Oppenheimer, samen met de toenmalige minister van Financiën, simpelweg omdat zij niet meer alleen met hem wilde praten. Het vertrouwen was volledig verspeeld. Ik zeg dit omdat we op dat moment een behoorlijke default situatie moesten zien te voorkomen. Goed beseft door de voormalige minister van Financiën, maar niet in staat om die default te voorkomen zonder dat er inbreng was van de aankomende coalitie. Dat is een feit, maar dan ga ik verder. Nauwelijks een paar dagen later werden we wederom geconfronteerd met een andere potentiële default, nu met een multilaterale financiële instelling, het Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. En daar is ook over een weekend geïnterveneerd
door vertegenwoordigers nu in deze regering om te voorkomen dat we in een default situatie terecht zouden komen. Bij een multilaterale instelling waar dat absoluut onacceptabel is. Ik zeg dit aan uw voorzitter, geachte leden, om aan te geven de ernst van de zaak financieel in die periode, nog voordat de regering had overgenomen. Dan praat ik nog niet over de binnenlandse financiële problematiek die wij ook moesten zien op te lossen. In juli en in augustus, waarbij salarissen, allerlei toelagen niet betaald zouden kunnen worden indien de regering was voortgegaan. Dat is ook een feit. Dus voorzitter, het moet duidelijk zijn dat de hoge schuldenlast de oorsprong is en de principiële reden waarom ons land thans in een financiële en economische crisis verkeert. Dat is ook een feit. Dat COVID-19 daarboven is gekomen. Dat vandaag aan de dag wateroverstromingen daaraan toevoegen, dat maakt de situatie alleen maar nog erger. Maar het startpunt was ver beneden nul. Dus negatief. Derhalve de noodzaak voor het vinden van oplossingen voor de financiële crisis was groot. In deze periode kreeg de regering verschillende aanbiedingen van internationale organisaties om goedkoop kapitaal te lenen. Alles bij elkaar opgeteld, en ik heb dat een keer al gemeld, alles bij elkaar opgeteld, die aanbiedingen, die offers, zou bijna 250 miljard zijn die Suriname zogenaamd zou kunnen krijgen. En we hebben dat niet nu, maar eerder gemeld. Een paar keer. Voorzitter, een groot aantal van deze aanbiedingen ontvingen wij via en van prominente Surinamers. Ik zal de namen niet noemen, maar van prominente Surinamers. En de druk om met al deze potentiële lenders, zoals ze heten, te praten was groot. Bepaalde groepen, kunt u zich herinneren misschien, zijn zelfs in de media getreden met beschuldigingen naar de regering dat we het geld niet gebruikten, terwijl het voor het rapen lag. Maar de regering, zoals we nu zijn, was prudent en voorzichtig in de beoordeling van alle aanbiedingen. Door de schuldeisers ondertussen, de commerciële, met name de commerciële crediteuren, die de $675 miljoen tegen die hoge rente en onder condities van het niet nakomen van bepaalde verplichtingen in de overeenkomst. Door die schuldeisers was de bereidheid uitgesproken aan de nieuwe regering om te praten. Echter wel op een voorwaarde dat er een IMF-programma zou worden opgestart. Dus de tijdlijn is hier, wij nemen over in juli 2020, eind 2020 kennen we de malaise, de financiële crisis. Eind 2020 weten we ook dat er niet betaald kan worden. En als we naar een default situatie gaan, ligt de hele economie vast. En dan is er een moment dat we een van de opties serieuzer kunnen bespreken. En ik kom daar straks op terug. Dat is dan januari 2021. Als u dat volgt, dan weet u waarom we zijn waar we zijn. En dat deze kwestie absoluut niet één is geweest van geheime operatie of wat dan ook. Ik zei reeds, de schuldeisers hebben de bereidheid uitgesproken om op voorwaarde dat er een IMF-programma zou zijn, dat ze bereid waren verder te praten en enige flexibiliteit te betrachten. Dat hebben ze tot op dit moment ook gedaan. We moeten ook beseffen, voorzitter, leden, geachte leden, dat op dat moment, in februari 2021, er nog geen goed zicht was op de uitkomst van de gesprekken die inmiddels waren gestart met het Internationale Monetaire Fonds. Er was geen uitzicht, dus wij moesten op verschillende trajecten tegelijk werken. Want de druk was groot en als verantwoordelijke regering kijken naar alle opties. Het was daarom van belang om backup opties te bespreken, mocht
het IMF-programma toch geen voortgang hebben. In dat kader heeft de president de opdracht gegeven aan een clusterteam van ministers om na te gaan of mogelijkheden er waren de schulden te herschikken. Met het doel, en dit is belangrijk, met het doel om het renteniveau, de rentelasten, die ongeveer 80 miljoen zijn per jaar voor deze leningen, van bijna 13% terug te brengen naar beheersbare proporties. Die 13% hebben wij overgeërfd. En nu was er een mogelijkheid voor een lening, een mogelijkheid van een lening van 0,5%, effectief 1,5%. De regering had geen andere keus dan te handelen omdat Suriname financieel aan de grond was. En daartoe zijn er verschillende gesprekken geweest met nationale en internationale partijen op vertrouwelijke basis en zijn er onderhandelingen gevoerd. En in dit geheel van gesprekken, voorzitter, moet het duidelijk zijn ook naar de gemeenschap toe, want de indruk is de andere die gewekt wordt, moet het duidelijk zijn naar de gemeenschap dat we dat hebben gedaan met alle regels in acht genomen hebbende, dat er verschillende gesprekken zijn geweest met verschillende instanties die erbij betrokken waren, ook de Centrale Bank van Suriname, zo transparant mogelijk nagegaan of deze aanbieding uitvoerbaar was. En wanneer je dan een MOU tekent wat geen bindende overeenkomst is, dan is dat een startpunt van een gesprek, het resultaat van de eerste ronde. Vervolgens zou dan verder de stringentere due diligence uitgebreid worden. Dus wat ik wil aangeven, voorzitter, op een van de vragen die is gesteld, is dat er geen sprake is van een geheim document of van een geheime operatie. Zoals eerder gesteld in uw college, bij deze exercitie zijn verschillende personen nationaal en internationaal betrokken geweest. We hebben ook het aanbod besproken, in hoofdlijnen, het mechanisme besproken met autoriteiten in het buitenland. Onder andere gerenommeerde banken in Amerika, maar ook met vertegenwoordigers van US Treasury, omdat dit een nieuw financieringsarrangement betrof. Laat me ook zeggen dat bij de beoordeling en het verdere verloop van de aangeboden diensten en leningsopties er altijd rekening is gehouden met het Surinaamse belang. Welke bestond uit 1. Een uitgebreide analyse van de voorwaarden, de hoogte van de effectieve rente, de looptijd van zo'n lening, de grace period en het soort garantie welke verschaft moesten worden. Dat zijn een paar van de criteria waarop we al deze overeenkomsten naast elkaar, of deze aanbiedingen naast elkaar hebben gelegd. Ik kan u zeggen dat sommigen waren gewoon aan het shoppen, wat gebruikelijk schijnt te zijn in die financiële omgeving. Anderen waren meer concreet en direct. En ik ga weer herhalen, dit zijn aanbiedingen die zijn gekomen uit Suriname via vertegenwoordigers van die groepen in Suriname. En dan laat ik het daarbij. Omdat de lening niet verder is gerealiseerd, om redenen die ik nu ga aangeven, was er ook geen behoefte om verder daarover te praten. Ook leningen uit de vorige regeerperiode zijn toch nooit publiekelijk kenbaar gemaakt. De leningen bij Oppenheimer hoor je toch achteraf. Dus, het is een van de vragen geweest. En ik wil duidelijk aangeven, er is geen enkele geheimzinnigheid hieromtrent. De verschillende andere gesprekken die zijn gevoerd met andere partijen hebben ook niet bekendgemaakt. Die zijn op niets uitgelopen, maar die hebben ook niet bekendgemaakt. Er is zeker in de initiële fase een mate van confidentialiteit, welke bedrag betracht moet worden in dit soort situaties. Hetgeen een normaal gebruik is wanneer we dit soort discussies voeren. Dat is bekend. De indruk wordt gewekt dat Surinamers financieel voordeel uit deze mogelijke transacties zouden genieten. En ik wil heel duidelijk stellen, dat is volledig bezijden de waarheid. Zo werkt deze regering dus niet. Voorzitter, is ook belangrijk om aan te geven dat als die lening geëffectueerd zou zijn waarvoor het bedoeld was,
De lening zal gebruikt worden enerzijds om een deel van de bestaande leningen, dat zijn de twee Oppenheimer leningen van in totaal 675 miljoen tegen een rente van 12,75%, omdat er een penalty erop was gegooid van 3%. De aflossing van de geconsolideerde schuld van 800 miljoen USD bij de Centrale Bank van Suriname, waardoor de deviezenreserve, indien dat betaald zou zijn, de deviezenreserve op een goed niveau zou worden teruggebracht, met als effect een stabilisatie van de economie in 2021 en een verbetering van de koers. Dat was het doel. Maar wat we ook wilden doen, is de aflossing van de leningen afgesloten bij de lokale banken. Met als voordeel, als dat zou zijn gebeurd, de versterking van de kredietpositie bij de lokale banken, die daardoor meer ruimte zouden hebben voor productieve investeringen. Die ruimte heeft men dus nu niet. Dat was het doel van deze lening, om dit soort activiteiten te ondernemen, met daarin boven nog, en laten we goed wezen, het gaat hier om een verschil van 13% rente naar effectief 1,5%. Daarboven zouden de resterende fondsen gebruikt worden voor de beheersing, voor de armoedebestrijding en stimulering van investeringen in de productiesector. Voor wat betreft de te verschaffen garanties is in de discussies nadrukkelijk niet gesproken over verkoop of lease van olie- en gasblokken, dan wel opbrengsten daaruit voortvloeiende. En zoals u weet, had de vorige regering bij monden van de toenmalige minister van Financiën aangegeven dat met een Chinese onderneming deze optie als een serieuze optie was besproken, ook voor een bedrag van 2 miljard. Wij zijn die richting niet opgegaan om Surinaamse eigendommen te verpanden. Laat me ook aangeven, want dat was ook een van de vragen ten aanzien van het leningenplafond, de schuld zou niet toenemen, want de facto zou er sprake zijn van een schuldsubstitutie tegen betere voorwaarden. Voorzitter, ik wil wijzen op het feit dat de afspraken vastgelegd zijn in een niet-bindende MOU. Hetgeen betekent dat de gesprekken indien niet noodzakelijk op basis van de uitgangspunten, dat die niet verder voortgezet hoeven te worden. Indien het tot een definitieve overeenkomst zou komen, dan zou de lening worden aangegaan via een special purpose vehicle, een SPV. Uiteindelijk heeft deze optie geen voortgang gehad, heel duidelijk bekend bij u, mede door de wijze waarop de SPV na oprichting in de publiciteit is gebracht en uiteindelijk vervangen moest worden. De gesprekken met de vertegenwoordigers van deze optie zijn gevoerd in de periode van december 2020 tot april 2021. In die periode was er nog geen zicht, zoals ik eerder aangaf, op de uitkomst en de vormgeving van het arrangement met het Internationale Monetaire Fonds. Maar ondertussen, eind maart in april, was het al duidelijk dat de commerciële crediteuren niet bereid waren verder te onderhandelen indien de regering geen IMF-ondersteunend hervormingsprogramma zou uitvoeren. En tegen april 2021 was het duidelijk, op basis van de staff level agreement, dat een mogelijke extended fund facility een realistische optie was voor Suriname vanwege het IMF. Maar ook dat Suriname, en dit is ook een reden geweest waarom het niet is verder is beoordeeld en als een optie gezien, maar ook dat Suriname onder dit arrangement geen nieuwe leningen zou mogen aangaan. Al was die bedoeld om de schulden en de aflossingslast te mitigeren. Deze informatie is ook doorgegeven aan de aanbieders en daarmee is vanwege Suriname de noodzaak tot verdere gesprekken en uitvoering van de MOU komen weg te vallen. Dus nogmaals, er is geen lening aangegaan, er zijn geen financiële transacties dan wel andere verbintenissen gepleegd. Ten slotte, de president heeft in het bijzonder aan de minister Financiën en Planning en Bibis sinds het aantreden in juli aangegeven dat er grote inspanningen moesten worden verricht om die extreem hoge schuldenlast op te lossen. We zijn daarmee nog steeds bezig. De president komt daar nog op terug. We waren in een situatie waarbij ons land niet meer kon voldoen aan schuldverplichtingen. En we hebben inderdaad
uitgekeken naar alle mogelijkheden om die verlichting te brengen. Het is ironisch, voorzitter, dat deze inspanningen keer op keer in een kwaad daglicht worden geplaatst, juist door degenen die verantwoordelijk zijn voor het probleem. Ik hoop niet dat de gezegde, zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten, hier van toepassing is. Ten slotte, de regering gaat op de ingeslagen weg vooruit om het economisch herstel, de economische groei en de financiële herstructurering te realiseren. Dank u wel.